De oude directietrein van de NS, de Kameel, reed van Utrecht naar Blerik en deed tijdens die rit ook Nijmegen aan. Het was een onderhoudsrit uitgevoerd door het Spoorwegmuseum. Deze trein is behalve oud ook zeer bijzonder. Nou, deze trein is heel bijzonder omdat in tegenstelling tot de gewone treinen de machinist hier op het dak zit. We zitten nu in de cabine en deze cabine die is zoals je ziet heel hoog gebouwd. En dat komt omdat hij eigenlijk op het dak staat van de trein. Waardoor je door de salon voorin naar buiten kan kijken als gast van de trein. Daardoor heb je ook twee bulten op het dak en heeft hij de bijnaam de Kameel gekregen. Ja, deze trein die kwam in dienst in 1954 bij de Nederlandse Spoorwegen, bij de directie. En het was toen een inspectie-directievoertuig. En dat betekende eigenlijk dat de directie hiermee onverwacht het land doorging om de baan te inspecteren. Vandaar dat ze ook gewoon zo voorin konden zitten en meteen de spoorbaan konden bekijken. Plus dat ze dan de stations ook helemaal gingen inspecteren, hoe die erbij stonden. Inclusief het personeel. Dus het was best wel voor het personeel heel belangrijk als ze de Kameel aan zagen komen, dat het er allemaal weer netjes uitzag. Erik de Zwart was als een van de gasten aan boord van de Kameel. Zijn liefde voor treinen begon al lang geleden toen hij nog radio-dj was. Mijn treinliefhebberij gaat eigenlijk al heel ver terug. En een van de eerste, meest bijzondere ritten die ik heb meegemaakt was ook met deze Kameel. Ergens in begin jaren 80. Toen zat ik in deze trein samen met Queen, met Freddie Mercury onder andere. En die mocht ik voor de radio toen interviewen hier aan boord van de Kameel. Ja, dat is toch wel een bijzondere herinnering die je dan aan deze trein hebt. Zij logeerden in Amsterdam in een hotel en hadden concerten in Leiden in de Groenhoordhallen. En toen had de platenmaatschappij ze wijsgemaakt dat ze met een speciale train, de Queen's Train, dat ze naar Leiden zouden gaan. Nou, dat was natuurlijk niet zo, want dit is het officiële NS-directierijtuig. Wat de NS-directie heeft gekregen van de firma Alan in Rotterdam bij de uitlevering van 20 andere treinstellen. De Kameel is uiteindelijk tot 1991 in gebruik geweest. Daarna werd de trein in het Spoorwegmuseum geparkeerd en onderdelen eraf gehaald. Gelukkig waren er vrijwilligers zoals Jasper Engel die de trein wilden restaureren. In 1999 zijn we met een klein groepje mensen begonnen om al die onderdelen weer bij elkaar te zoeken. En na een zoektocht in allerlei werkplaatsen van de spoorwegen hebben we die onderdelen weer teruggevonden. En toen is de NS daarna zelf de trein weer gaan restaureren. En dat heeft heel lang geduurd, want in 2008 konden we hem weer rijvaardig op het spoor verwelkomen. Nou, we proberen ongeveer een paar ritten per jaar te rijden met deze trein om hem in conditie te houden. En dat proberen we meestal te combineren met allerlei goede doelen of andere acties waar we dan ook mensen mee kunnen nemen. Dus er zijn altijd wel redenen om toch met deze trein op pad te gaan.